Zit je pannen, steenvechten en zoektocht en jij bekijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie echt goed nieuws. Ik ga het hebben over hoe verdien jij nou geld met YouTube. Want ja, wie wil nou niet weten hoe je geld verdient met YouTube? En daarentegen. Oké, dit is één ding wat mensen altijd zeggen tegen mij wat echt irritant is. Ik vind niet veel dingen irritant, maar dit. Ben je nieuw? Zorg er dan zeker voor dat je abonneert. Druk ook even op het belletje, ben je altijd up-to-date als ik een nieuwe video heb. En dan gaan we nu beginnen. Kun je op deze video de 1000 likes halen? Dat is echt... Where? Because... Super zijn. Oké, dan ga ik jullie nu vertellen hoe je dat krijgt. Oké, op nummer 1 staat, je moet een YouTube-account hebben. En dan denk je van, ja maar Steven, dat is logisch. Nee, ik ga je vertellen wat je allemaal moet doen in die YouTube-kanaal. Wat je moet hebben, je moet een profielfoto hebben, maar die profielfoto moet ongeveer een beetje matchen met je bannen. Ik doe het zelf niet, maar ja, ik vind dat gewoon whack. Ik wil gewoon... Maar oké, je moet gewoon een profielfoto hebben wat mensen kunnen zien van, oké, dat is die. Dus of je hebt een foto van jezelf, of heb je logo. Maar je moet niet echt iets doen wat andere mensen ook hebben, want je moet wel iets unieks hebben. Oké, daarentegen op de banner zet je wanneer je uploadt. Maar dit zijn gewoon tips om waar je mee kan beginnen, gewoon wanneer je uploadt en je Insta en andere social media van je. Oké, dingen wat je moet weten is, als je pas geld wil verdienen met YouTube, is dat je dan 1000 abonnees moet hebben eerst. Ja, ik weet ook niet waarom, er zijn allemaal regels van YouTube. Die regels kan je allemaal wel opzoeken bij instellingen, maar wat ik weet is, als je geld wil verdienen moet je 1000 abonnees hebben, nu. Ja, en zoveel views moet je hebben en zo, maar om geld te kunnen verdienen moet je 1000 abonnees minimaal hebben. Yeah. Wat voor video's ga je maken? Je moet video's maken wat jij leuk vindt en waar je geïnteresseerd in bent. Oké, en dan ga je zeggen, maar Steve, jij maakt hoe weet je wat voor jongen je leuk vindt video's? Wat ik vroeger maakte, ik altijd video's gewoon Minecraft survival en allemaal van zulke andere video's. Maar toen zag ik dat alleen maar meisjes mij keken en toen ging ik erop in en toen maakte ik jongens meiden video's. Ik vind het op zich gewoon grappig om te maken, want ik geef tips van hoe een jongen kijkt naar die kant. Dus ja, op die manier moet je gewoon een beetje kijken en je moet gewoon iets unieks hebben. Dus als je video's maakt, ik heb mijn pannen gang, maak jij je eigen gang. Ik heb mijn pannen gang, yeah. Of mijn intro van, hey what's Gucci, wat in dit bijna elke YouTuber nu zegt. En zeg je, krijg ik in de reactie, oh Steven, je hebt die intro genoemd. Maar, boy. Kijk, elke YouTuber, nou ik ben de eerste die ermee was begonnen. Ik zeg dat niet vaak, maar ik ben dit keer de eerste geweest. Je mag geen copyright muziek gebruiken, ook al soms doe ik het wel, want ja, ik geef meer om de video dan het geld dat je kan krijgen. Maar, dit is als je geld wil verdienen. Je moet muziek gebruiken wat je dus mag gebruiken. Dan kan je gewoon bij de library vinden, bij YouTube zelf. Dat is allemaal gewoon gratis en dan krijg je geen gezeur van, hey, dat liedje is voorbij, ik wil je geld. Oké, dus ik ben net weer terug van de kappen. Ik hoop dat je het nice vindt. Ik denk het wel, ik kan zo weer... Ik kan zo weer smooth zijn. Ik moet jullie nog wat vertellen. Oké, de allerlaatste is tip nummer 5. Dat is, ga naar een bank. Er is een bank, dat heet Bunk. Dat is een hele goede bank, want wat je daar hebt is twee dingen wat echt uitsteken, wat echt goed is. Eigenlijk is het 3. Oké, het allereerste is Bunk Bank. Maak alleen gebruik van een app. Oké, dus Bunk. Waarom is het zo chill? Oké, als je geld op een bank zet, dan investeert een bank je geld ergens in een hypotheek of iets anders. Maar wat chill is bij Bunk Bank die gaat zeggen van, yo, waar wil jij daarbij jouw geld in investeren? Tip nummer 2 is waarom Bunk Bank chill is, je hebt daar 9 keer hogere rente dan bij normale banken. Dus als je geld op de bank zet, krijg je, ja, hoe het eigenlijk soort van werkt is, krijg je geld terug van de bank en dat is 9 keer meer dan bij normale banken. Oké, dus dat is op zich best wel nice. Oké, ik ga jullie even snel laten zien hoe de app eruit ziet. De app, Bunk Mijn Geld. Dan ga je op ga door en dan zie je allemaal dingen. Hier staat of je rente wil ontvangen, ja of nee. Nu ontvang je geen rente, nu ontvang je rente. Dus dat is chill. En hier kan je kiezen waar jij je geld op wil zetten. Dus waar zij in kunnen investeren. Dus hier staat persoonlijke lening, persoonlijke hypotheek, groene bedrijven, alle bedrijven, andere bankleningen. Ik hoop dat dat een goede tip is. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je me liked en abonneert. Dat kan hier beneden. En binnenkort komt weer een jongens meisjes video. Dus laat wel achter als je een relatieprobleem hebt. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer bij een nieuwe video. Hey, doei!